Dit is de Packfest, de fucking Packfest, de fucking Packfest van de fucking dag. Dit is de Packfest, het is de Packfest, het is de Packfest, het is de Packfest, Packfest. Oké, dames en heren, ik had beloofd dat ik deze video ging maken en dat ga ik zeker doen. Ik had ook beloofd aan mijn mama dat ik stijl ging zijn, maar what the fuck? What the fuck? Echt serieus, what the fuck? Ik heb de Nickelodeon Kids Choice Awards gehouden en holy shit. Je kan er ook zo door kijken en dan zie je allemaal rare dingen. Kijk, jullie kunnen het een heel klein beetje zien. Zo ziet alles eruit daardoor. Fucking raar. Het is een van de grootste eren die je kan hebben om deze prijs te ontvangen als beste vlogger van België, Nederland, Luxemburg. Zijn er Luxemburgse YouTubers? Ik denk het niet, maar oké. Dat is epic. Get wrecked, beautiness. En dan zou je denken, oh, is dit geweldig? Je hebt de blimp van Nickelodeon. Maar daar stopte het niet, dames en heren. Wat ik vandaag binnen heb gekregen, is misschien wel beter dan dit. Niet alleen ben ik de eerste Belg die de Nickelodeon Kids Choice Awards wint als YouTuber. Ook was ik de allereerste Nederlandstalige YouTuber uit België die de 100.000 abonnees heeft gehaald. En dat laat YouTube natuurlijk niet onopgemerkt voorbij komen. Vandaag heb ik hem eindelijk gekregen na 10 jaar wachten. Mijn play button. Oh, is die niet beautiful? 100.000 subscribers. Dit ding is het mooiste dat ik ooit heb gekregen. Het is gewoon een fucking play button. En hij is heel klein. Ik dacht dat hij groter was, maar hij is echt klein eigenlijk. Ik wil 1 miljoen abonnees. Deel even mijn channel. Ik wil 1 miljoen. Oh my god, ik heb hem al... Nee, AUB. Alles waar je mee handen komt, gaat kapot. Dat kan je niet... Nee, dat kan je echt niet menen. AUB, nee. Fuck. Ik heb hem hier gehangen. Ik weet niet of hij daar goed hangt. Maar hij is wel awesome. En dan zien jullie hem ook altijd achter me hangen als ik een video aan het opnemen ben. Dus ik denk wel dat daar een goede plek is. Dit is nog niet de blimp die ik ga echt krijgen. Want deze moet ik vandaag terugsturen naar Nickelodeon. Ik krijg eentje met mijn naam op en zo. Echt awesome. Thanks, Nickelodeon. Ik had nooit gedacht dat ik ging winnen tegen Enzo Knol. Ik had er zelf een video over gemaakt. De video waarin ik zei, ik kan niet winnen. Het is oneerlijk. Het enige wat ik wist was dat ik tegen Ryan was. En waarschijnlijk nog tegen allemaal andere mensen die ook 100.000 subs hadden. Dat was helemaal verkeerd gedacht. Weet je tegen wie we... wil je weten tegen wie we moeten spelen? Nee, het is niet grappig. Ik doe gewoon een andere bril aan om dit te zeggen. Enzo Knol, Dylan Hagens, Vertje en Beautiness. Wat wel nog redelijk opgaat. Maar Enzo Knol! Dankzij jullie hebben we dit gewonnen. Omdat sommigen van jullie meer dan 100 keer hebben gestemd. Omdat sommigen van jullie fucking veel tijd hebben verspild. Niet echt verspild, gewoon besteed hebben om te stemmen op mij. Volgend jaar zorg ik dat ik wel naar LA kan. Ik had mijn internationaal paspoort niet aangevraagd. En ja, ik dacht dat ik niet ging winnen. Besef dat dit zonder jullie allemaal niet mogelijk zou zijn. Ik kan video's maken, ik kan vragen om likes, blablabla. Maar als jullie niet hadden gestemd op mij, als jullie niet gestemd hadden, dan had ik die prijs nooit ontvangen. Dan was ik nooit op televisie geweest. Dus echt, ik hou van jullie. Als ik kon trouwen met jullie allemaal, dan zou ik dat echt doen. Ik moest een filmpje opnemen voor Nickelodeon waarin ik hem bedankt en zo. Ik had een filmpje gestuurd waar ik mezelf slimde met yoghurt. Dat was dit. Ik vind het super spijtig dat ik er niet bij ben, maar dat betekent niet dat ik niet geslimd kan worden. Dames en heren, bedankt voor deze prijs. Bedankt. Ik hou van jullie. Jullie zijn mijn leven. Bedankt om te stemmen. Bedankt. Bedankt. Ik hou van jullie. Mama, kom alsjeblieft een keer mijn kamer opruimen. Oh. Ze hebben dit filmpje niet gebruikt, omdat, ja, ik moest het met dit ding doen en dat was ik vergeten. Maar oké. Je bent zo mooi, wil je met mij trouwen? Dus dames en heren, het was even een korte update video. Ik weet het, normaal doe ik dan nooit zo update video's, maar het moest even. Ik ben super blij, 100.000 abonnees, beste vlogger van België en Nederland. Echt, awesome. Ik hou van jullie. Ik zie jullie morgen met een nieuwe video op mijn kanaal. Een gewone video. Het is een Q&A samen met Jorik. Zeker een duimpje omhoog. Ik zie jullie morgen een nieuwe video. Ik ben Acid. Yo, ik hou van jullie. Ik moet nu terug naar school. Yo.